Het nieuwe Schiphol Magazine is een groot succes. I think the magazine looks great. Ja, leuk. Pretty good actually. Het is een heel leuk blad. Het ziet er gelikt uit, zoals het heet. Sinds begin september ligt de gratis glossy in de speciale displays op ruim 100 punten op de luchthaven. Schiphol Magazine is een uitgave van Wereldwijd Publishing en staat boordevol van inspirerende artikelen voor passagiers en bezoekers van Schiphol. We zien heel veel mensen rondlopen met het blad op de luchthaven, zowel achter de douane als voor de douane. We zien ook via internet dat het blad wordt geactiveerd in meer dan 37 landen, wat natuurlijk hartstikke bijzonder is in zo'n korte tijd, nog niet eens een week. I like the fact that you got the city guides over here. Yeah. It's definitely helpful for people like me who travel a lot. Wat ik echt heel grappig vind is dit stukje over hoe je bagage wordt afgehandeld hier op Schiphol. Dus ik denk voor de keren dat je er bent en je hebt tijd te doden, is het zeker een interessant tijdschrift. Wat spreekt u het meest aan? Nou, de hebben dingetjes. De reclames niet natuurlijk, maar ja, daar moet je even langs. Sommige reizigers hebben nog wel een tip. Cheap hotels, this would be the most useful thing, because I travel a lot and getting good deals in hotels without internet chains is something quite important for me. Ik denk dat zeker mensen die aan het reizen zijn, die hun laptop hebben ingepakt, hun telefoon hebben uitgezet voor internationaal dataverbruik. Als je dan net bent geland, je komt in een nieuwe bestemming, is een magazine denk ik nog steeds een fysieke houvast op een vreemde plek. En dat is Schiphol Magazine. Ben je niet op Schiphol, maar wil je wel graag het blad lezen? Dat kan via schipholmagazine.com.